Vandaag, inderdaad, um, het bedrijfsleven en de topsport uh, naast elkaar wil neerleggen en de par parallellen daarin. En dat zijn er best veel. Dat is het eerste product naar succes. En wat voor succes dan? Um, nou, hier kunnen we van alles bij denken, maar het ontstaan van passie is waar ik hier aan denk. Mijn passie. Um, ...was eigenlijk uh, best groot. Ik uh, ben begonnen op uh, tienjarige leeftijd als uh, tennister, of hoe je het ook wil noemen, als kind... ...die de ouders achterna ging naar de tennisbaan, want zo was het. En um, nou, die, die passie die werd eigenlijk steeds groter. Ik vond dat tennissen leuk en uh, steeds meer tegen het muurtje tennissen... ...en uiteindelijk uh, wat toernooitjes spelen. Dus dat werd steeds meer en steeds leuker. Dus uiteindelijk ontstaat daar een passie... ...wat ik gewoon echt elke dag deed. Ik kwam uit school en ik ging naar de tennisclub... ...en waren daar vriendjes en vriendinnetjes, dan ging ik met die vriendjes en vriendinnetjes tennissen. Waren ze er niet, dan ging ik tegen het muurtje tennissen. Dat was de beste tegenstander ooit. Want die bracht echt alles terug. Wat hebben we voor onze passie ook een beetje nodig? Ambitie. Je hebt, je hebt een, een, een passie, maar wat is dan binnen die passie je ambitie? Nou, mijn ambitie was uh, best groot. Um, want ik vond dat tennis steeds leuker worden. En ik wist eigenlijk op mijn dertiende, toen ik naar de middelbare school ging, dat ik um, graag professioneel tenniser zou wil, willen gaan worden. Maar ja, wel meer kinderen, professioneel voetballer. Um, ja, iets in de topsport is altijd wel leuk, denk ik dan. Maar daar is wel ambitie voor nodig. En die ambitie die moet je goed gaan ontleden. Want... want voor die ambitie heb je heel veel dingen nodig. Dit was mijn ambitie. En um, nog meerdere hoor, waren mijn ambitie. Maar op het moment dat ik een keer de Olympische Spelen op tv heb gezien, dacht ik van nou, dat zou gaaf zijn als ik daar een keer zou mogen deelnemen. Dus dit was mijn ambitie, maar daar heb ik ook doelstellingen voor nodig. Dus dit was tevens ook mijn doelstelling. Een instelling die je daarvoor nodig hebt. Deze personen die gaan voordat ze een wedstrijd beginnen, gaan ze een ritueel af. Van we gaan het doen met z'n allen. We gaan, we gaan ervoor. Ja, die instelling is uh, heel erg belangrijk. Um, mijn, hier kom ik zo meteen even op terug nog. Um, mijn instelling was, ik, plezier in hetgene wat je doet. Als dat niet zo is, dan haak je ergens af. En dat hebben we wel gehoord dan. Hè? Dus um, nummer twee, voor mij was heel belangrijk, respect voor wie dan ook. Het derde stukje, en die hebben we net gehad, is die instelling, oftewel discipline. Discipline is ontzettend belangrijk om alles eruit te halen wat erin zit. En dan moet je zelf achterkomen hè, wat, uh, wat daarvoor nodig is. Het zijn eigenlijk mensen die aan een Formule 1-wagen aan het, uh, aan het uh, werken zijn. Dus um, wat ik daarbij neer heb gezet, is uh, de benodigdheden. Om binnen het bedrijf zeg maar tot je uiterste te gaan. En um, ja, tot je ambitie of tot je doelstelling te komen, hoe je het ook wil noemen. Nou, die werkplek moest bij mij ook heel erg goed zijn. En um, nu heb ik hier uh, een paar voorbeelden liggen. Als ik zo mijn wedstrijd inga, dan wordt het helemaal niks. Hè? Kapotte bespanning, grip die er niet uitziet en glad is. Dat betekent dat mijn materiaal niet in orde is. En de dag voor de wedstrijd ging er een nieuw gripje omheen. Dus uiteindelijk zag mijn Racket er zo uit. Het is wel een ander merk ondertussen, dat doet er even niet toe. Een nieuw gripje, maar ook die nieuwe bespanning. En daarbij het logo van mijn sponsor erin. Want als er een foto gemaakt wordt, of als er een film, gemaakt, een film of tv of wat, er, wat dan ook uh, aanwezig was, dan moest dit natuurlijk wel zichtbaar zijn, want ik word niet voor niks gesponsord. Nou, ik kan jullie vertellen dat deze werkplek net zo is als dit racket. <laughs> dat is echt waar. En nou is dit bedrijf er toevallig heel goed in gespecialiseerd om een goede werkplek neer te zetten, goede stoel. Computer op de juiste hoogte, we hebben vanochtend uh, van uh, de patholoog gezien dat plaatje met die gebogen rug, dat mensen vaak zo zitten. Nou, hier is dat niet het geval. Dus ook mensen die heel veel zittend werk hebben en veel achter de computer zitten, kunnen hun werkplek dus van tevoren. Zodanig in orde maken dat er niks aan het toeval overgelaten kan worden. Dus daar liggen heel veel parallellen. Mijn materialen moeten goed zijn binnen de sport. Maar de materialen op jullie werkplek, als jullie veel mochten zitten achter de computer, dan is dat ook absoluut van onschatbare waarde om dat uh, ook in orde te hebben, zodat je gewoon lekker kunt blijven werken. En dat je niet het gevoel hebt dat je snel vermoeid raakt of wat dan ook. Dus. Die benodigdheden zijn echt enorm belangrijk. Laat nou niks aan het toeval over. Want dan kun je misschien je doelstelling die je hebt, niet bereiken. Hier zien we ook nog een team. Ik heb net al het woord collega's gehad. Ik wil fijne collega's hebben, ik wil een fijne werkplek hebben. Mijn coach, daar moet ik mee kunnen lezen en schrijven, dus die moet met zorg uitgekozen worden. Daar moet ik um, 24 uur bij wijze van spreken mee door één deur kunnen. Daar moet ik blind op kunnen vertrouwen dat hij mij um, dusdanig klaarstoomt voor toernooien. Dat ik ook erg, gewoon echt fit genoeg ben om dat allemaal aan te kunnen. Nou, dat was ook een van mijn doelstellingen: om daar ooit te mogen staan. Nou, dit is mijn grootste voorbeeld ooit. En uh, wat is hij hier aan het doen? Hij is zijn voorbereiding die hij heeft gedaan, nu in uitvoering aan het brengen. En op het moment dat je dat doet, heb je dus niks aan het toeval overgelaten. En ga je helemaal vol gas kijken of je van je tegenstander kunt winnen en dat je van, die, van de baan stapt als, als winnaar op dat moment. Na de rand ging ik met mijn coach evalueren. Van wat had ik beter kunnen doen? Heb ik wel aan alles gedacht? Uh, dat soort dingen allemaal. Heel belangrijk om te evalueren. Ja, in, in een bedrijfsleven is evalueren ook belangrijk. Je gaat gez gezamenlijk naar een doelstelling toe. En heb je hem wel bereikt? Heb je hem niet bereikt? Als je hem wel bereikt hebt, ga je evalueren. Als je hem niet bereikt hebt, ga je ook evalueren. Want dat is net zo belangrijk. Wel bereikt, ga je zeggen van kunnen we nog ergens wat meer puntjes op de i zetten, of zijn we hiermee tevreden? Niet bereikt, zou je kunnen zeggen van wat hadden we dan anders moeten doen om de volgende keer wel tot een grote slagingskans te komen. En dat doe je met het team samen. Dat doe je met je, ja, met je, met je werkplek, met, uh, met alles waarin je goede voorbereidingen kunt treffen. Um, ga je dat uh, samen evalueren en misschien wel naar een, een, een ja. Andere doelstelling of naar dezelfde doelstelling, maar dan nog, nog iets scherper neer te zetten. Nou, uiteindelijk um, heb ik dus op de Olympische Spelen mogen staan. En um, hebben wij als resultaat een heel mooi resultaat gehad. En uh, die meneer heeft het al verklapt. Maar mijn passie heb ik waar kunnen maken, mijn doelstellingen heb ik waar kunnen maken. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in deze mooie medaille. Als jullie willen, mogen jullie daar als we tijd hebben nog. Nou, weinig tijd zie ik. Maar straks mag ook mag je er een keer aanra mag je me aanraken, even omdoen en een foto van maken als je wil. Dat, dat liever niet. Maar dat mag allemaal. En ik hoop dat ik jullie um, een beetje een inspirerend verhaal heb kunnen vertellen over de parallellen tussen topsport en het bedrijfsleven. En als je er alles voor over hebt en alles in orde is, dat je dan tot hele mooie resultaten kunt komen. Dankjewel.